Hi, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Dit wordt een hele korte video waarin ik jullie gewoon heel simpel uitleg hoe je met of zonder extensions hele mooie krullen kan maken. En dan niet de pijpenkrullen, maar gewoon de platte krullen. Wat eigenlijk meer voor de feestdagen wat mooier, wat chiquer en wat eleganter is. Zodat je niet een volle bos krijgt, maar mooi een beetje de wavy looks die gewoon mooi en elegant zijn. Of zit je altijd te worstelen met je extensions? Kijk dan vooral verder, want dan laat ik jullie zien hoe je ze op de makkelijkste manier in krijgt. En geloof me, als je ze zo inzet, blijft het echt de hele dag zitten. En natuurlijk heb ik weer het perfecte model, Laura Pontecorvo. Dus ben je benieuwd hoe ik dat gedaan heb? Blijf vooral kijken. Dit is Laura de Haar van nature. Zoals jullie zien is het echt wel vrij lang, maar er kan inderdaad altijd gewoon net even wat volume bij. We hebben gekozen voor de clip-ins van Real Hair Online en we gaan een combinatie doen. We hebben deze twee, die horen echt bij elkaar en we doen er één lightweight overheen voor de overloop. Zoals jullie kunnen zien is deze, die is korter en die is langer. Dus deze doe ik in de nek en deze die doe ik er dan later boven. Deze banen die hebben 5 clipjes. Dus ik ga op 5 verschillende plekken ga ik toeperen. Maar heel lichtjes. Ik meet dat dus eerst even uit en dan meet ik ongeveer van welk punt vanaf het oor tot de andere kant tot aan het oor. En daar ga ik dan 5 plekjes maken die ik ga toeperen. Dan gaan we de tweede baan doen. Zorg dat er nooit te veel ruimte tussen zit, want anders komt hij er aan de bovenkant uit. Dus ik pak hier net ongeveer 1 centimeter boven, ga ik een tweede lijn maken voor de tweede baan. Zorg er altijd voor dat je de laatste scheiding nooit te hoog doet. Want hier zit altijd ergens je kruin. En op het moment dat je hem te hoog doet, dan valt je kruin vaak open met je extension erin. Zorg er altijd voor dat je hem onder je kruin langs doet. Op dit moment vind ik het toch mooi om nog even een paar krullen erin te doen. Dus we hebben een chitang en dan ga ik nog even een paar krullen erin maken. Voordat je begint met krullen is het altijd belangrijk dat je je eigen haar beschermt. Wij hebben hier een cream van Heatspray, 100% vegan natuurlijk. En deze breng ik eerst aan in het haar voor de bescherming. Van de voorkant is het altijd belangrijk dat het nooit, tenminste vind ik altijd mooi, dat het nooit echt naar binnen toe valt, dus naar buiten. Dus wat moet je dan doen? Je moet het kopje even draaien, deze voorpluk van boven naar beneden pakken. Dus echt op die manier pak je het eerste pluk. Dus niet alleen een plukje hier, maar je pakt hem helemaal naar beneden toe. Hou je pluk vast. En draai hem op die manier eromheen. Pak een pluk van boven naar beneden. Niet helemaal, maar ongeveer tot aan de helft. Hou je duim op die plaats. Zet je krultang van boven naar beneden en draai hem op die manier eromheen. Dus niet recht, want dan krijg je een pijpenkrul. Maar op die manier draai je hem eromheen. Kam deze krullen nooit direct uit. Laat ze eerst goed afkoelen en als je ze echt heel sterk wil hebben, kun je ze altijd eerst een klein beetje inbinden. Gewoon oprollen en vastzetten met een speldje, zodat ze goed kunnen afkoelen en het beste is om zo lang mogelijk te wachten met uitkammen. Dan is het moment daar gekomen dat de krullen helemaal koud zijn geworden en dan kun je ze uitkammen. Ik begin met zo'n kam en dan het liefst met de grote kammen. Want op het moment dat je zeg maar zo'n kam pakt, een kleintje, of een borstel, dan trek je gelijk alle krullen eruit. Dus ik vind het gewoon heel mooi en dat heb ik ook geleerd om het met zo een te doen. En dan gewoon heel rustig van onder de krullen los van elkaar te halen. Hello beauty! Oh, wauw. Goed. Het is het weer fijn, hè, om zo'n haar op je hoofd te hebben. Dat is het, dames en heren. This is the end result. The Lion King is hier geboren. Nou ja, vinden jullie het mooi?
Met hulp natuurlijk van Real Hair Online. Ja, vanwege die doos hier. Dit is de kerstboom. Dacht ik. Ga even voor de kerstboom. Met mijn prachtige krullen. Dus draai nog eens een rondje. Joep. Ja, heel tof. Zoals je, ja, sorry, ik zit even naar het scherm te kijken, want het is gewoon fantastisch hoe het eruit ziet, vind ik zelf. Hoe voel je dat? Heerlijk. Ja? Als het mijn eigen haar is, jongens. Zit het vervelend? Nee, totaal niet. Het is als je het op die manier inklikt met die clipjes en dat toeperen, dan zit het gewoon op zijn plek. Je kan headbangen en het blijft gewoon zitten. Je kan er inderdaad voor kiezen door bijvoorbeeld, ga je echt headbangen of dansen? Haarlak. Door een klein beetje haarlak, maar echt een heel klein beetje op die toupage te doen. En, dan moet ik nog even wat toevoegen aan de video. Zodra je dat nephaar hebt gekruld en je hangt het strakjes vast, zit knip. Geen knip, want die vind ik veel te leuk. Blooper! Zodra je dus dit haar vanavond uitklikt en je hangt het gewoon weer op en je zou het morgen weer inklikken, zit die krul dus nog steeds in het nephaar. Dus dan zou je alleen nog een beetje je eigen haar moeten bijkrullen. Die bovenlaag alleen. Waardoor je gewoon minder werk kwijt bent en wel weer je mooie volle krullenbos. Nou schat, volgens mij heb jij een meet and greet. Ik heb een meet and greet vandaag, dus. Ik wens jou veel succes. Bedankt voor mijn, ja, voor mijn haar en... Graag gedaan. Ik vond het leuk om model te zijn in jouw vlog ja, of in jouw dat video. Vind je met dit soort dingen nooit zo erg. Dat vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een win-win dit hoor. Yeah. Hey, dames en heren, vinden jullie het leuk? Duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren en ik zie je graag weer in een volgende tutorial. Joe.